maak je uit, papa? Helaas gekleed. Auto op slot. Dansen, zei de juffrouw. Ja. Nee, heel goed. Botsing. Wat ben jij sterk? Zinna haar kraaltjes in. En tekeningen. Nou, meisjes, gaan we vast aan tijd. 4,5 uurtje later. Nee. Tussen het resultaat. Wie daar? Oh, kijk toch wat hij doet. Kijk. Gaat je ochtend lekker aan spelen? Sorry. Wat? Yep. Nog 3 dagen. Een hele goede morgen. Wij zijn de Bellingruisse mini-vloggers. En het is vandaag woensdagochtend. We zitten aan ons ontbijt. Lekker tv te kijken. Het is vroeg. Het is nog maar 7:15 morgens. Dus ja, we hebben lekker geslapen gisteren. En lekker uitgerust. Dat is een goed teken, toch? Ja. Nou, wij gaan lekker eten. Ik ga de hondjes uitlaten. Zo, en Luxie zit daar bij mama. Goedemorgen, Luxie. Hebben jullie ook lekker geslapen? En lombeten jullie wel ook vroeg wakker, hè? Ja. Mama brengt jullie met Luxie even naar school. Dan kan papa hier allemaal administratiebelletjes en e-mailtjes wegwerken, oké? Okay? Nou, ik breng de kinderen even weg naar school. En ga meteen even met Luxie door nog wat boodschapjes doen. Zo. Zo meteen. Ja, jongen? Nou, gisteren had ik appel met kaneel. Ja? Appel zonder kaneel. Oh, echt waar, schatje? Goed zo. Ga je mee? Kom maar, gaan we naar de auto. Nou, we moeten een beetje opschieten. Luxie die... Help. Stuur stond bijna niet ook. Luxie die helpt een beetje in haar stoel, omdat ze het niet leuk vindt om in deze stoel te zitten. Hoe kom ik hier uit, jongens? Papa heeft alweer heel strak ingeparkeerd. Oh, hoe kom ik hier uit, papa? Ja, ik kan er anders niet uit nu. Moet ik er anders uit? Waarom doet papa zo strak inparkeren? Waarom gaat die ruitenwissers niet uit? Ochtendstress, jongens. Waarom gaat die ruitenwissers niet uit? Hoe kan ik hier uit? Nou, ik ben achter. Of heeft er iemand gewoon heel strak achter me geparkeerd? Ja. Stop. Gaat dat? Oké, okay, we zijn eruit, kinderen. Maar dag, papa. Tot strakjes. Nou, ik ga even Luan en Lucilla naar school brengen. Daarna ga ik even door met Luxie naar de supermarkt om even wat boodschapjes te doen. Oh ja, Lucilla, ik heb met de mama van Sophie geappt. En Sophie die kan straks bij ons komen spelen. Vind je dat leuk? Ja? Oké. Okay. Nou, dus Lucilla heeft straks een vriendinnetje te spelen. Zo. Nou, Lucilla weggebracht. Ja. En Luan die zit hier weer naast mij. Luxie zit op de achterbank. Want Luan geeft altijd gym. Alleen de klas was al weg. Dat is niet hier op school. Dan moet ze even een stukje lopen. Dus de klas die was net weg. Die is net gemist. Dus ik breng jou heel even naar gym. En wat heb je met je vinger, jongen? Wat wil je vertellen? Nou, eigenlijk had ik deze vinger gisteren helaas gekneusd. Ja. Je had ergens tegen aangestoten. Dus de vingers was een beetje blauw geworden. En vanochtend was hij opeens heel groot en dik en blauw geworden. Dus ik heb hem toch maar een beetje in het verband gedaan. En hij heeft er toch best wel heel veel last van. Dus ik zal zo even tegen jouw gymjuffrouw zeggen. Dat je even met gym even een tandje zachter doet. Ja. Ja, want als je het aanraakt of zo, dan doet het al meteen heel erg pijn. Ja, net als dat ik een schok krijg. Ja, ik had er vanochtend even een foto van gemaakt. Ik zal hem wel even hier laten zien ergens. Dus dat zag er niet zo lekker uit. Dus je moet even wat rustiger aan doen met gym. Ja. Maar wel heel veel plezier, goed? Dank je. Dan ga ik jou eerst even wegbrengen, dat je nog net op tijd bent voor gym. Luxie eruit. Ja, stem er maar weer uit. Auto op slot. Rennen naar je gymles, jongen. Ja. Rennen naar de gymles. Oeh, de ochtendsport. Oké, hier is het lekker warm. Hop. Altijd een doolhof hier, hè, maar Luan weet altijd precies de weg, hè, jongen. Ja, we hebben Luan toch omgekleed. Hier is zijn vinger. En je gaat vandaag dansen, zei de juffrouw. Ja. Dus je hoeft niet op het klimrek. Nee. Dat scheelt, hè? Ja. Nou, veel plezier, jongen. Ja. Zo, Luan weggebracht. En dan gaan we nou weer samen naar de auto. En dan samen even boodschapjes doen. Nee, niet naar papa. Eerst even boodschapjes doen. En dan naar papa. Goed? Luxie, ja. Het stoeltje? Daar. Ja, daar zat Luan net. Mama gaat sturen, goed? Luca. Of wil Luxie sturen? Luca. Nee, oh, Luxie hier, hè? Ja, Luxie is nog geen 18, hè? Poppetje. Zo. Daar. Ja. Doei. 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 Nou jongens, de nodige
ochtendstress die hebben we weer gehad voor vandaag. Wat is er, Dux? Wat is er? Hi. Duxie zit hier. Hi. Zit je goed? Gaan we samen even boodschappen doen? Ja, mama wil ook nog even naar de dierenwinkel. Ja, en de toetoet. Ja, want we gaan straks even Sammy's kooi weer verschonen. En we zijn dat zaad voor, ja, chia zaad. Nee, ik weet niet precies hoe het heet. Geen chia zaad, ik weet wat anders. Maar dat zand voor de ratjes, die is op van Luan. En we willen straks even de kooi verschonen. Dus ik wil dat toch nog even halen, want dat vinden de ratjes wel heel erg fijn. Wat zitten we hier? Dat vindt Sammy wel heel erg fijn, dat zand. Dat is op, dus dat wil ik sowieso ook even halen. En we gaan even boodschapjes doen. En voor vanmiddag wilden de kinderen weer een hele leuke challenge doen. En ze hebben het zo gemist. Ik heb een hele tijd geen video's opgenomen op de kinderkanalen. Puur omdat ik gewoon druk was. En ik kwam er gewoon even niet aan toe. Laat ik het daarop houden. Ja, komt u maar. Komt u maar hoor. Komt u allemaal. Ja? Oké. Okay. Nou goed, de kinderen hebben het gewoon heel erg gemist. Omdat het voor hun ook gewoon echt een speelmomentje is. Dan ga ik gewoon tegen de richting in. Oh, sorry jongens. Oh, ik ben af en toe de muts in verkeer. Oké, ik rij even rechtdoor. Ik ben van alles aan het doen hier nu. Gaat allemaal goed jongens, want ik doe de kapjes aan. Ja, we zijn er weer recht op het spoor. Oké, maar goed. De kinderen wilden gewoon weer een challenge doen straks. Dus ik vroeg, wat willen jullie doen? En toen kwamen ze aan met hap en proef. Dat heb ik eigenlijk heb ik dat ook al een keer gedaan. Nou, ik heb dat sowieso al wel vaker gedaan. Maar ook toen Luan nog, hoe oud was hij? 3 was of zo? Filmpje kun je nog wel terugzien op Luan zijn eigen YouTube kanaal. Hap en proef. En dat wilden ze weer doen. En wat is dat precies? Dan gaan ze met een blinddoek, mogen ze elkaar dingen laten proeven. En dan moeten anderen raden wat het is. En ik dacht, misschien is het ook wel leuk om een beetje met smaakjes te komen die wat lastiger zijn. Dat ze niet alle minuut weten wat het is, dat ze echt moeten proeven. Dus dat wilde ik ook even in de supermarkt kopen. En ik wilde sowieso nog even wat boodschappen doen, zoals wat fruit en wat groente en zo. Want dat is ook op. Dus Lux heeft er zin in, hè Lux? Nou, gaan we even lekker samen erop uit, goed? Zo, wij zijn aangekomen bij het winkelcentrum. En we gaan eerst even boodschappjes doen. Want de dierenwinkel is nog niet open. Gaan we eerst even boodschappjes doen, goed? Hè? Ja? Lippeke? Kijk eens, wil je het muntje vasthouden? Ja, oh, dat was hem net niet. Kom, gaan we eens het karretje pakken. Luxie zit weer in het karretje. En dan gaan we even boodschapjes doen. Dit lijkt me sowieso al heel leuk. Om Luan en Lucilla straks dit te laten proeven. Avocado's. Ik denk dat ze niet kunnen weten wat dit is. Dat is misschien een leuk idee. Ja, avocado's zijn wel heel gezond. Ja. Kijk, hier zien we de zalm. En dat is misschien ook wel eentje om eens te proberen. Ik denk niet dat Luan en Lucilla weten hoe dat proeft. Hé, hey, dan houden ze een beetje voor het lapje. Dat is grappig, hè? Ja, kusje. Dit is natuurlijk ook leuk om de kinderen te laten proeven. Granaatappel. En ik zag hier nog kokosnoot. Ik denk ook niet dat ze weten wat dit zal zijn. Kijk, die doen we er ook bij, Lux. Zo. Ja, die doen we er ook bij. Groephoek. Groephoek is ook nog wel een leuke om te laten proeven. Zo. Luxie heeft ondertussen even een klein soepstengeltje uit de jaszak gepakt, hè? Had je die in jouw jaszak gedaan? Soms dan stopt Luxie dingetjes in haar jaszak en dan bewaart ze die voor later. Er zat nog een soepstengeltje in jouw jaszak. Nou, dat is lekker, schatje. Nou, wij hebben volgens mij ons karretje wel vol, hè, Luxie? Nou, ga maar naar de kassa. Ik volg jou. Wat heb je gevonden, Luxie? Wat is dat? Een waf. Is dat een hondje? Dat is een lief hondje. Dat is een lief hondje. Leg het hondje maar weer terug. Goed zo. Leg het hondje maar weer terug. Goed gedaan. Oh, wat heb je daar? Wat is dat? Hoe heet die? Nijn. Een nijn. Heel goed, Luxie. Leg Nijn ook maar weer terug. Goed zo. Goed gedaan. Oh, heb je er nog één? Wat is dat? Wat is dat? Oeh, die is lastig. Dat is een uil. En wat zegt een uil? Woehoe. Schatje. Goed zo, dat was de uil. Zeg maar dag uil. Dag uil. Oh, heb je er nog één? En wat is dat dan? Kijk. Wat is dat? Woef woef. Nee, dat is een miauw miauw. Dat is een poes. Dat is een poes. Ja. Ja, ja, dat was een woef woef, ja. Een hond. Ja, heel goed, Luxie. Schatje. Nou, goed gedaan, Luxie. High five. High five. Oh, nee, ze doen geen high five. Eigen wijsje. Nou, de boodschappen zijn binnen. Nu gaan we door naar de dierenwinkel, hoor.
Ja. Ja, ik loop jou weer achterna. Gaan we even kijken of de dierenwinkel al open is. Oh, Luxie, wat zijn dat? Dat zijn echte konijntjes, zie je dat? Daar zitten de echte konijntjes. Ja, oh. Ze verstoppen zich voor jou. Ze lopen rondjes. Ja, ik zie het, liefie. Zitten ze in het huisje? Kiekeboe. Ja, zitten verstopt. Zijn ze kiekeboe in het spelen? Ja, ze hebben ook een bal, hè. En een flesje water. Kunnen ze mee spelen? Luxie heeft een mandje gepakt. En dan zijn we hier bij de hamsterspulletjes. En dan gaan we even zoeken naar de zand, het hamsterzand. Ja, kijk maar uit voor de auto's. Zo. Nou, de boodschappen zijn binnen. En de dierenwinkelspulletjes zijn binnen. Zo. Nou nog even de kar wegzetten en dan kunnen we weer naar huis. Zo. Boom, botsing. Botsing. Hup, ik krijg hem er niet in. Ja. Zo, nou moet Luxie eruit. Nee. Nee, wil je er niet uit? Kom, Luxie eruit. 1, 2. Oh, die lange benen. Ja, lange benen. Goed zo. Erin. Die erin. Muntje eruit. Hoppatee. Kom maar. Aan mijn hand. Gaan we weer naar de auto. Zo. Zo. Haha. Nou, gaan we weer naar huis? Papa? Ja, gaan we weer naar papa toe. Goed? Toeto. In de toetoet, in de auto. Kan je zeggen auto? Daar. Ja, ja. Doe maar zwaaien. Doei. We gaan weer naar huis. Mama? Ja, moet mama ook zwaaien? Doei. Doei. Zo. Papa? Nou, allemaal druppels op de bril. De ring. De sleutel. Zo, en dan gaan we weer naar huis. En dan heb je het gevoel dat er al een halve dag op zit. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar het is 9:45. Oké. Okay. Zo, muziekje aan. We gaan met die banaan. Zo leuk om in dat stoeltje te zitten. Dan moet ze nu heel erg aan wennen. En dus doe ik een poging liedjes te zingen. Maar Lux, vind je leuke liedjes? Vind je leuke liedjes, Luxie? Ja. Wat is het, schatje? Wat is het, liefie? Wil jij sturen? Ja. Ja? Wil jij sturen? Dan rij jij straks, goed? En dan is het alweer goed. Zullen we weer verder liedjes zingen? Nee? Nou, geen liedjes meer zingen. Zo, wij zijn weer thuis. Ja, en Luxie is een beetje moe geworden. Ga je eens een lekker slaapje doen? Ja, mama. Even de boodschapjes nog uit de auto halen. Die staan hier. Kijk, de boodschapjes er even mee. Zo, kan jij deze vasthouden? Ja. Ja? Dat is wel een beetje zwaar hoor. Ja. Schat. Ja. Oh, ja, heel goed. Oh, wat ben jij sterk. Goed zo, Luxie. Oh, ging bijna goed. Mama even doen, hè? Ja. Ik ben weer thuis. En kijk hoe schattig. Ik had Luxie even in mijn armen gelegd. En ze is in slaap gevallen in mijn armen. Kijk. Helemaal moe van het avontuur van vanochtend. Nou, de kinderen die zijn vanmiddag vrij. Het is woensdagmiddag. En vanmiddag komt ook een vriendinnetje van Lucilla spelen. Maar, kijk. Hier heb ik dus alle spulletjes liggen. Die ik heb gekocht voor de hap en proef challenge die we straks ook willen op gaan nemen. Dus als we straks thuiskomen en we hebben lekker gegeten en ze hebben zin om dit te doen, gaan we een hele leuke hap en proef challenge opnemen. Wil je deze video zien en ik heb hem zo gemaakt, dan staat hij nu dus al online. Kijk even op, volgens mij ga ik dit op Lucilla haar kanaaltje zetten. Volgens mij is Lucilla nu aan haar in de buurt, want Luan had laatst een weekvlog online staan. En met Luxie heb ik laatst gemake-upt, dus ik denk dat ik deze nu weer op Lucilla kanaaltje ga uploaden. Dus kijk dan even op Lucilla Bellinga, haar eigen YouTube-kanaal. We zetten de link even hieronder om te zien hoe dit gezellige hap- en proefspelletje is geworden. En wat ze er zelf natuurlijk van vonden. Hey!
handtekeningen. Oh, echt? Heb je handtekeningen? Oh, wat lief. Hebben ze je erop gezet. Wat lief, schatje. Hey, prinses. Kom er lekker in. Nou, mama heeft de tafel heeft mama al gedekt. Ja, dat is een verrassing. Dat is een verrassing. Niet spieken. Dat is voor jullie hap- en proefvideootje, als jullie dat leuk vinden. Ja, voor jou op jouw kanaal. Ja, is het lief voor jou geweest op school? Ja. Ja? Extra lief Kijk, geweest voor die vinger? Mama, hartje. Oh, wat lief. Lieban. Ah, schatje. En heel veel hartjes. Super lief. Een ballonnetje net een hartje. Ah, oh, leuk jongen. Nou, komt het toch nog goed met je vinger, ja. Hè? Oh ja, en een Lieban kusje. Een Lieban kusje. Nou, gaan we eerst eventjes lekker wat eten. Kusje. Oh, die Luxie staat hier met een kusje. Geef je een kusje. Zo het kusje en ze doet een kusje in de lucht, hè? Ja. Ja, Luan ouwe in zijn vinger, hè? Ja. Ja, die had ouwe in de vinger. Ja, ach, schatje. Oh. Ja, even kijken. Ja, Luan, hè? Ja, kijk, daar is de vinger. Kijk, die vinger. Wil ik een handtekening opdoen? Wow, zegt ze. Schatje. Nou, kom. Ja, dat ouwe in de vinger. Zo, nou meisjes, ga maar vast aan tafel zitten. Is Luxie en Lucilla er! Jij hoor! Oh, gelukkig, ik hoor je. Zijn ze aan het bellen met de banaan, Luxie? Luxie, praat eens. Ik kan je niet horen. Nee. Ja, dit is toch een banaan? Ik ga eten pakken. Ja, mama heeft lekkere croissantjes meegenomen van de supermarkt. Of een bolletje wat je zelf wil. Oeh, met lekkere... Dat is heel erg moeilijk. Of een boterham met hagelslag. Ja? Met hagelslag. Of... Een shirtje met jam. Ja? Of een bolletje met chocopasta. Zo, dat is een lastige keuze. Die is voor jou. Ja. Een broodje poep of broodje pas? Nee, Lucilla. Ja, jij moet er één uit. Nee. Dat heb je toch niet op school geleerd, hè? Nee, dat heb je niet op school geleerd. Boefie. Dat mag je niet zeggen. Ik heb voor jou. Nee, geen vieze dingetjes zeggen. Liever dat je wel bent getrouwd, maar dat je geen ring hebt. Oh, ja, of? Of dat je helemaal alleen bent. Nou, dan ben ik liever getrouwd zonder ring. Ja, ik ook. Ik heb geen ring om. Want ze dat niet wat zwaarder is. Mama wel. Mama heeft hem wel om. Kan ze nog wel een pinkje zetten met een bordje? Ja. Past niet meer bij papa. Je papa gaat nog een keer uitlaten. Ja, doei. Jij wilt dit, hè? Waar is de rode riem nou dan, Lucilla? Ja. Oh, daar is hij. Ja, maak hem niet meer. Pipje. Kom eens hier. Ja, maak hem maar met het. Tot zo. Papa heeft voezel aan de riem. En Luxie heeft het kleine riem. Die kan er zelf bij ons een fietsje klimmen. Ja, Boezel en Pipje, eventjes. Hier aan het lijntje. Want de vorige keer gingen ze bij het hek bij meneer en mevrouw Ezel te zitten. Dat vonden ze niet zo leuk. Dus die zitten even veilig aan de lijn. Maar dan gaan we eens even hier kijken. Wij hebben geluk. Komt de overbuurvrouw haar ezeltjes en haar schapen schoeren. Oh, zie je dan? Smakte dat ezeltje zo en de schaafte. Luk vindt het zo. Oh ja, een ezeltje. Hier, half een uurtje later, ben je er al af? Nee, het zit lekker in het zonnetje. En Boes de Bum vindt dat ook leuk. Zeg maar, ben je er af dan, oké? Okay? Nou, we hebben net een hele leuke video opgenomen voor op Lucilla's kanaal. We zijn er net klaar mee. En wie komt daar weer thuis? Daniel was even de honden uitlaten samen met Luxie. Hey! Hebben jullie lekker gewandeld? Ja, daar werden de ezeltjes en de geitjes en de schapjes gevoerd. Oh, de schatje. Van Gerda, die daar maakt. Oké. Okay. We hebben daar Wipwap en Van Glijbaan. En net heeft ze in die schommel gezeten met Woeslippen. Oh, echt waar, Luxie? Ja, en toen ging het klasgenootje van Lucilla duwen. Ah, oh, wat schatje. Ja, was leuk. Wij zijn uiteindelijk weer beland op Luan's kamer, want we gaan even de hamsterkooi verschonen.
En ik laat Luan even zien wat we hier allemaal weer voor de hamsterspulletjes hadden gehaald. We hebben weer dat zand en Luwertje gezien. Ja. Dat zand en dit spul. Oh ja. Die ook, die. Want die andere vonden we toch niet zo fijn. We vonden deze fijner. Ja. En op verzoek van onze lieve kijkers, die zeiden, oh, zonnebloempitten zijn ze ook gek op. Oh ja. Oh ja. Dus die gaan we zo opgeven. En we hebben nog een houten plankje waar we wat leuks mee kunnen doen. En nog zo'n kokertje. En ja, ik wist niet precies wat dit was, Lu. Kijk, kan hij ook een holletje mee maken? Ja, weet je wat dat is? Ja? Een soort huisje. Een soort huisje. Kijk, dan kan hij erin. En dan klikt hij daarin. Ja. En dan kan hij... Kan hij een holletje maken. Ja, dat is dat. En wat is nou het idee? Luan, die kwam dus met het idee een soort indoor speeltuin te maken voor Sammy. Want ze waren een heel leuk filmpje te kijken. Kijk, dus dit filmpje. Is Luxie nu ook aan het kijken? Kijk, dus dit filmpje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dit is een heel speelgebeuren voor hamsters. En toen zei Luan, oh man, dat wil ik ook maken voor Sammy. Dus, wat zijn ze nu aan het doen? Ze hebben nog van die Playmobil. En ze hebben daar zo'n speeltuin Playmobil van. Ja, maar man, ik hou dit er even af. Want Sammy, maar Sammy kan niet zo hangen, hè? Nee, dat is maar, dat kan inderdaad niet. De schommel of de glijbaan? En dan wilde ze Sammy op de schommel zetten of in de glijbaan. En een klimrekje maken. En we hebben hier nog oude dozen. En dan wou je nog een soort rennetje van maken of zo, hè? Mama, dan gaan we daar in de tuin. Net zoals Monkey Town. Of Mambo. Ja, nou, hartstikke leuk, jongen. Ik vind het heel creatief bedacht. Even een tijdje verder. En dit is het resultaat. Ja. Lu, wat hebben we gemaakt, jongen? Eigenlijk voor Sammy, hè? Het is een indoor speeltuin voor Sammy, zegt hij. Ja, en man, kijk. Oh, leuk kerel. Echt, ik vind het fantastisch. Kijk, hij kan allerlei dingen doen. Ja. Zelfs een hele glijbaan heeft hij. Ja. En daar een huisje en dat loopbradje. En hier zo'n wiebelplankje waar hij overheen kan lopen. Ik weet niet of hij dit snapt, maar misschien kunnen we hem wel wat trucjes leren. Ja, ik denk dat we dat... Is misschien wel een leuk idee. Oh ja, met zonnebloempitjes. Ja? Daar gaan we mee lokken. Oh ja, 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 want we hebben die zonnebloempitjes. En dan gaan we kijken of we hem zo ergens heen kunnen doen. Nou, haal hem er maar eens uit, kerel. Ik ben benieuwd of hij er zin in heeft. Ja, dat is dat nieuwe zand. Dat zit nu in zo'n ding. Dat zand waar hij in kan rollen. Haha, jongen. Hij zit er al helemaal klaar voor, hè? Ja. Nou, Sammy, je hebt een heel groot speelterrein voor je. Mag ik dit even een paar weekjes laten staan? Een paar weekjes? Nee, oké, een paar nachtjes. Oh, ja hoor, jongen, je mag het wel laten staan. Ja. Kijk eens, Sammy, wat is dat allemaal? Ik ga het laten oefenen. Kijk. Ja, want volgens mij vindt hij dit wel heel leuk, hoor. Oké, dit gaat beginnen. Hij is aan het ontdekken, hè? Hij is eerst aan het ontdekken. Oh, wat is het allemaal? Wat is het allemaal? Kijk, hij gaat erin. Kijk, man, daar. Wie daar? Hey, Sammy. Is dit een leuke speeltuin voor jou? Dat is een leuk plekje. Hij geniet er zo te zien van. Ja. Ja. Hey, Sammy. Oh, ja. Nou, daar heb ik gekeken. Gaat hij wel verder lopen. Hij kan nergens naartoe, want we hebben dat helemaal omringd met die kartonnen doosdingen. Dan gaat hij niet onder die kabels. Nee, want precies. Want er zijn allemaal boxkabels. Ja. Even kijken, wat is hij? Kom maar, Luxie. Kijk, goed kijken. Overal, kijk, hij loopt heel snel, zie je dat? Kijk, dat is je ratje. Ah, kijk dan. Het is je ratje, Sammy. Hij is wel een beetje groot voor het ratje, maar dat is niet erg. Voor de indoor speeltuin is het leuk. Ja. Dank je, Sammy. Dan kun je lekker je pootjes trekken, hè? Superleuk. Hé, hey, maar weet je wat ik nou wel benieuwd naar ben? Nee. Kunnen wij Sammy trucjes leren? Ja. Want we hadden zo'n YouTube-filmpje hadden we gezien. Ja, man, dat ze met weet zo'n, je waar ik eerst wil mee beginnen? Nou, waar wil je mee beginnen? Hier, even met die buis. Want hoe deden ze dat? Nou, wat had je gezien? Dan hadden ze van die zonnepitjes. Zonnebloempitjes? Zo, dat, zo laten lokken dat hij echt weet wat hij moet doen. Ja. Weet je wat ik bedoel? Ja, ik weet wat je bedoelt, jongen. Zullen we dat eens proberen? Ah, kijk, hij zit achter dat huisje. Sammy, waar ben je dan? Ja, ik daar. Sammy? Oh, ja, daar zie je. Hallo, Sammy. Dit is jouw huisje, hè? Ja, dat is jouw kleine blokhuthuisje. Hey. Die hebben wij even gebruikt. Sammy. Sammy, laat zijn billen zien. Kom eens hier. Hey. Oh, kijk dan wat hij doet. Kijk dan. Hij klimt zo op dat dak. Zag je dat? Dat doet hij vaker. Ja, echt waar? Ja. Oh, dat heb ik nog nooit gezien. Hey, Sammy. Waar ga je helemaal heen? Ja. Ik denk, wat is dat? Okay. Hij gaat er wel doorheen. Oké, okay, dan komt hij daar weer uit. Ja, man, daar. Oh, hij blijft daar even in zitten. Oh, ja, daar is hij weer. Oké. Okay. Hey. Sammy. Ja, goed zo. Ja. Hij gaat je achterna. Goed.
Goed zo. Hoe bijna, Lu? Een beetje glad voor. Goed zo. Kom maar. Ja. Goed zo, Luan. Lok hem maar. Ja, kom eroverheen. Oh, bijna. Ondertussen dat ik lekker met Luan met zijn hamster spelen was, ligt papa hier lekker in het zonnetje. Met Luc ziet te schommelen, hè? Ja, en Lucilla is met haar klasgenootje aan het steppen. Lucilla is inmiddels aan het spelen met een vriendinnetje. Daar zijn ze. Hi, schatje. Ben je lekker aan het spelen? Goed zo. Nou, ik ga weer even naar Luan toe. Luan heeft een hele leuke speeltuin gemaakt voor Sammy. Ah, toppie. Grappig, hè? Nou, even wel zien. Doei. Luan is hier nog steeds op zijn kamer aan het spelen. Kijk, wat is gaat het? Dat geluidje volgen. Oh, echt? Man. Vind je het leuk, jongen? Zo knap, hoor. Ja, doe maar. Laat maar zien. Ik ging. Sammy. Oh. Sammy. Hij vloog rond. Zie? Ja. Zo, het vriendinnetje van Lucilla, die is net weer opgehaald. En... Hey. Hi. En kijk dit nou dan. Zit eens even lekker te chillen met z'n allen op de bank. Waar is papa? Ik zie papa helemaal niet zo daar. Papa leeuwelijk. Oh. Ah, hartstikke lekker. Nou, zullen we maar aan tafel gaan? De pastaatjes gemaakt met Luxie. Oh. Het en de groentjes. Hartstikke lekker. Nou jongens, komen jullie aan tafel? Even de bordjes opscheppen. Oké, is het Luxie? Lekkere vlinderpinnen. Dat is lekker, hè? Dat is lekkere vlinderpasta. Ja. Eet smakelijk. Ja, ik ga even proeven. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even, hè? Ja, vergeet niet te abonneren. Klik hier onder op het belletje. En dan zie je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Oh, nog 3 dagen. Doeg. Nog 3 dagen. Doeg. Voeg je hart, boem, boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem, boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem, 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 mee, dans mee.